Het coronavirus COVID-19. Wat moeten we ermee in godsnaam met ons aquarium? Meer hierover na dit. Hey, YouTube, welkom op mijn kanalen en welkom in deze gloednieuwe video. Mijn naam is nog altijd Kevin van Kevin's Aquarium en vandaag wil ik het hebben over ja, het coronavirus en hoe wij ermee moeten omgaan met ons aquarium. Misschien enkele belangrijke tips die ik wil vandaag meegeven in deze video. Uh, vooral wat ja, het, de verzorging betreft van onze vissen, want die dienen nog ja, levend gehouden te worden. Uiteraard moeten we nog altijd zorgen voor onze gezondheid, uh, dat primeert dan wel. Maar vergeet zeker onze, ja, onze diertjes niet, niet enkel onze vis, maar ook onze honden en onze katten. Die moeten het ook overleven. Maar goed, laten we beginnen misschien bij, ja, bij een iets belangrijks. Uh, we moeten dagelijks onze handen wassen, meermaals met zeep. En vaak gaan we ook ons met onze handen in het aquarium. Uh, ik raad aan, ik doe het ook zelf, voor ik met mijn handen in mijn aquariums ga, is om mijn handen te spoelen, nog extra te spoelen, uh, nadat ik ze gewassen heb. Uh, met zeep. Zeker vooral voor we in een aquarium gaan. Ik uh, denk niet dat de zeepresten. En dergelijke of details. En uh, ontsmettingsmiddels. Heel goed zijn voor onze vissen nu. De hoeveelheid zal niet zo groot zijn. Maar ik zou toch geen risico nemen. Om ja, met mijn bezeepte handen. In het aquarium te gaan. Is daarbij ook het coronavirus. Overdraagbaar naar mijn vissen. Ik heb er nog. Tot nu toe nog niets van gelezen of gehoord, maar ik veronderstel niet dat uh, het virus uh, onder water kan leven. Of dat, dat dit type virus niet. Dus ik veronderstel niet dat onze vissen uh, het coronavirus, COVID-19, kunnen overkrijgen. Maar daarvoor weet ik het samen niet. Ik ben ook geen wetenschapper of geen viroloog om daar, daar nu te kunnen op antwoorden. Nu, we hebben ook vaak problemen. We zitten thuis. Uh, de meeste winkels zijn gesloten. Enkel de winkels waar dierenvoeding uh, en voeding voor ons zijn nog open. Wat moeten we dan doen? Ja, oké, okay, we kunnen online bestellen. Maar ik raad aan, uh, zeker voor de winkels die niet open kunnen blijven of beperkt open kunnen blijven. Om eerst naar je lokale handelaar te gaan. Naar je lokale aquariumhandel. En ga niet direct online gaan zoeken naar de eerste, de beste en de goedkoopste dat je vindt. Maar... Steun vooral die lokale handel, die hebben het nu sterk nodig. Al is dat nu gewoon uw bakker, ga niet naar de koolruit achter een brood, maar ga naar uw bakker. Die hebben het hard nodig nu, het is ook een rustiger voor hen. De kosten blijven doorlopen en dat geldt hetzelfde voor een aquariumwinkel. Ga dus ja, ga vooral gaan kijken op hun Facebookpagina. Ik heb al enkele aquariumzaken hun Facebookpagina bezocht. En ze hebben aqua hun maatregelen. De meeste aquariumzaken zijn gewoon dicht, maar gaan bijvoorbeeld wel uh, op afspraak, Een telefonische afspraak, dingen verkopen. Alles behalve vis weliswaar. Vis mag niet verkocht worden. Um, wel de voeding. Uh, of dingen die belangrijk zijn rondom het aquarium. Lijkt maar waterverbeteraar, hier bijvoorbeeld waterverbeteraar. Ik zit zelf zonder, dus ik ga ook maar moeten kijken hoe ik eraan kom. Um, is het belangrijk? Is noodzaak zeker hier in België vind ik persoonlijk een noodzaak is nodig om deze zeker in huis te hebben. Uh, voer. Ik heb nu gelukkig nog genoeg voer, dus ik moet geen voer gaan halen. Uh, alhoewel het voer die ik koop uh, ook niet zomaar uh, hier te krijgen is, dus ik zal misschien ook niet anders kunnen dan online te bestellen. Alhoewel ik toch genoeg heb voor een, ja, toch voor enkele maanden heb ik genoeg voer. Dus we kunnen er zeker tegenaan. Maar ik blijf het herhalen, um, ga zeker naar, ja, naar die uh, winkels, hun Facebookpagina gaan kijken of baal hen en vraag van, ja, kijk, ja, ik heb dat nodig, hoe lossen we het op? Ik heb bijvoorbeeld gezien bij uh, Aquarium Discus en Oostende, zij zijn gesloten, um, maar er kan wel telefonisch uh, dingen besteld worden, voer en dergelijke, en wordt aan de deur dan uh, afgerekend. Uh, op bestelling dan, en ook op tijd. Zij zeggen dan, kijk, als je gebeld uh, komt om dat uur, het zal klaar klaarstaan voor u. Dat is één uh, toepassing die mogelijk is. Uh, ik heb gezien bij Aquarium Neon, um, zij zijn uh, alle dagen wel open, van 10 tot 12. Maar er is geen toegang tot de visafdeling, er zijn geen vissen te kopen. Er is wel techniek en dergelijke te kopen. want ja, in geval dat uw filter kapot gaat, van uw aquarium, gaan uw vissen, ja, is dat ook niet zo goed voor uw vissen, dus is dat terug wel een noodzaak? Dus techniek, voeding, zo'n dingen zijn uh, uiteraard wel beschikbaar, of zou toch moeten beschikbaar zijn uh, voor verkoop, voor de mensen die in nood zijn, uiteraard. Uh, wat betreft er bijvoorbeeld CO2? Ik heb wel de vraag gehad van iemand die, die vroeg: van ja, ik heb mijn CO2 eens op, wat kan ik doen? Nu, CO2 is op zich niet echt dringend. Het is geen essentiële, dat dient niet voor je vissen, dat is voor je planten. Dus is CO2 nodig in je aquarium? Nee wel voor uw planten. Nu, planten zijn ook levende wezens, dus we kunnen zo blijven discussiëren. Maar laten we er gewoon over hebben dat, um, dat CO2 niet echt een essentieel iets is. Maar ik heb al gezien ook dat sommige aquariumzaken wel uh, voor CO2 zorgen. Dus op zich geen probleem. Zolang dat de maatregelen in acht worden gehouden, hey, social distancing, 1,5 meter tussen elkaar laten um, en dergelijke. Handen ontsmetten, niet vergeten, zoals ik zei aan het begin van de video, handen ontsmetten als je een aquarium gaat. Spoel ze nog eens extra af met gewoon water. Um, je handen zijn ondertussen dan al ontsmet. Als je gewoon water laat overgaan, gaan je, ja, gaat de, ja, de, de, de zeepresten ook wel weg zijn van je handen, zodat je vissen ook niet ziek worden of iets ja, tegenkomen met al dat zeep en desinfecterende middelen die we momenteel allemaal wel gebruiken. Goed, ik hoop dat deze video misschien wel interessant was. Um, ik wil het meegeven, wel heel belangrijk, want... Ik steun altijd de lokale handel, ik steun altijd lokale aquariumzaken. Tenzij ik het daar niet kan vinden, ga ik het sowieso ook online bestellen. Um, ik hoop ook elektronica, ik werk, ik werk zelf een elektronicazaak of een elektrozaak, waar ik heel veel kan krijgen, maar ik kan ook niet alles krijgen, waardoor ik ja, mij verplicht voel om toch online te gaan bestellen, maar het anders niet kan vinden. Maar goed, dat is het dan. Ik sluit deze video af. Bedankt om het kijken. Uh, vergeet zeker niet op die duimpjes te klikken hieronder. En mocht dat nog niet gebeurd zijn, vergeet u zeker niet te abonneren. En ik zie jullie in een volgende video. Ciao.